Het eerste dat opvalt aan de nieuwe Actros is dat deze geen traditionele buitenspiegels meer heeft. Maar in plaats daarvan heeft de truck het MirrorCam systeem, wat zorgt voor een beter brandstofverbruik, beter zicht en het belangrijkste meer veiligheid. Net zoals in een vrachtwagen met traditionele buitenspiegels moeten we de camera's instellen voordat we gaan rijden. In het geval van MirrorCam moet u instellen waar de achterzijde van de combinatie zich bevindt. Als u met een oplegger rijdt, dient u het einde van de oplegger in te stellen. In het geval van een bakwagen is dat het einde van de opbouw. Daarvoor zullen we nu een pion gaan gebruiken. U heeft gezien dat de pion bij het einde van de oplegger is neergezet. De volgende stap is dat deze afstandslijn ter hoogte van de pion moet komen te staan. Dat is mogelijk door het gebruik van de pijltoetsen op het paneel in het chauffeursportier. Met de pijltoetsen kunt u de lijn naar boven en naar onder verschuiven. De afstandslijn moet overeenkomen met de onderzijde van de pion. Om deze afstandslijn op te slaan kunt u de pijltoetsen naar links of naar rechts gebruiken om de positie te bevestigen. Zo weet u tijdens het manoeuvreren waar het einde van de oplegger zich bevindt. Wat u waarschijnlijk al is opgevallen, is het feit dat het scherm is opgesplitst in twee delen. Het bovenste deel geeft het zicht van de hoofdspiegel weer, de onderste die van de groothoekspiegel. Hiermee heeft u het best mogelijke zicht, zowel dichtbij als op afstand. Er zijn situaties waarbij u toch het beeld van de MirrorCam wilt verstellen, zoals u dat ook soms met spiegels heeft. Hiervoor dient u op het schakelpaneel het camerabeeld te selecteren, vervolgens kunt u met de pijltoetsen het beeld verstellen. Zoals u gezien heeft, komt er een rood icoontje in beeld en dit geeft aan dat het beeld zich momenteel buiten een wettelijk voorgeschreven zichtgebied bevindt. Om hier weer aan te voldoen, dient u het beeld terug te schuiven, zodat het groene icoontje in beeld is. Zo voldoet u aan de wetgeving. En net als bij spiegels moet u de camera's af en toe schoonmaken. Gelukkig zijn de camera's vanuit de cabine binnen handbereik en kunt u ze reinigen met een zachte doek. Daarnaast is het goed om te weten dat de camera's ook verwarmd zijn, om optimaal zicht in alle weersomstandigheden te waarborgen. Dit was een eerste kennismaking met de MirrorCams. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.